Maar ik ben teruggekomen naar Nederland voor één reden. Revolutie. Ik voelde me gewoon verantwoordelijk voor het verzet in Nederland om terug te komen. Om nog één keer volle gas te geven. En sinds ik terug ben, heb ik eigenlijk geen snipperdagen gehad. Ik ben elke dag in volle gas gegaan voor het verzet. Even kijken, mijn fiets staat er nog. En dat doe ik ook met plezier. Dat geeft mij ook voldoening. Maar ik wou het toch even erbij zeggen. Dat mijn leven alleen maar draait om revolutie en de elite aanvallen in gebed en aanvallen in demonstraties. Om de informatieoorlog te winnen door iedereen te informeren die ik ontmoet. Ik heb massaal folders uitgedeeld, ik heb gestickerd, ik heb posters geplakt. Dat doe ik nu wat minder. Ik loop graag met megafoon rond om mensen te informeren. Op internet probeer ik mensen te informeren. Dus dit wou ik even bijzeggen.